Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe beweeguitdaging. Vandaag spelen we flipperkastbal. Flipperkastbal ga je iets moois bouwen, een arena bouwen van stoelen, touwen en handdoeken als matjes. En je hebt een goed stuiterende bal nodig. We laten nu onze arena zien. De stoelen zijn een soort muren en wij hebben er iets voor gezet zodat het echt een soort boardings zijn. En de matjes met het snoer of het touw die zorgen ervoor dat het goaltje is. We laten nu zien hoe het werkt. Flipperkastbal werkt als volgt. De eerste bal is veilig en je handen zijn de flippers. En het elastieke snoer of de waslijn die zorgt ervoor dat je een goaltje hebt gemaakt. De eerste bal is veilig en je mag hem niet vastpakken. Je probeert de bal te flipperen in iemands anders goal door te stuiteren. Is die raak, verdien je of een punt of je zegt degene is uit.